Nee, ik denk niet dat het per definitie zo is. Eigen schuld, dikke bult. Nee. Kijk, we leven in een land waarin iedereen vrije kansen heeft en in de basis autonomie heeft. Maar voor sommige situaties is het misschien toch beter dat mensen niet ongebreideld in gedrag kunnen vervallen wat voor hunzelf schadelijk is en voor de omgeving ook. Ik heb inmiddels wel gezien dat er legio oorzaken zijn waardoor mensen in schulden komen. Dus het klassieke beeld van iemand geeft gewoon meer uit dan hij kan besteden. Nou, zo makkelijk is het niet. Mensen maken onheil mee, ontslag, vechtscheidingen, ziekte. Ja, in hoeverre is het rechtvaardig dat iemand daar zelf dan keihard alle consequenties van ondervindt? En de overheid zelf is, meen ik, een van de grootste schuldeisers. De overheid heeft denk ik ook een zorgplicht. Dus nee, ik denk niet dat het per definitie zo is. Eigen schuld, dikke bult. Nee. Human.